Het is al minder dan daarnet, maar afdeling B2 van het ziekenhuis heeft toch de bedrijfshulpverlening maar ingeschakeld. We zagen inderdaad een flinke zwerm wespen buiten de muur ingaan. Zoals het nu is, is het al een stuk minder, maar de zwerm zit eigenlijk al binnen in de spouwmeer. En daarop hebben wij besloten om de kamer die ernaast lag, kamer 22, toch wel leeg te ruimen. De twee patiënten zijn even ergens anders ondergebracht. Het is al het tweede nest deze week dat moet worden weggehaald door poeder in te spuiten. En op het moment dat het ingespoten is, dan wachten we even een half uurtje, drie kwartier, hoeveel eruit komt. Aan de hand daarvan kunnen we kijken of misschien een meer gespoten moet worden of er niet een keer gespoten moet worden. Alleen het probleem is met die poeder is dat je niet alles in één keer doodt. We proberen zo ook de koning te pakken te krijgen. En op het moment dat je koning doodgaat, dan heb je eigenlijk alles te pakken. Wespen kunnen venijnig steken en wie daar allergisch voor is, kan doodgaan. De wespenverdelger durft het aan zonder speciaal pak. Het voordeel nou is natuurlijk dat het nog het begin van het seizoen is. Als het eind september is, dan moet je sowieso een pak, want dan zijn ze heel erg agressief. Dan vallen ze je gelijk aan.